Geruime tijd geleden begon Max Hoeben in Amstelveen, die jaren in Australië had gewoond, met het maken van boemerangs, zoals die door de autochtone bewoners van het werelddeel voor de jacht werden gebruikt. Hij maakt ze van berken multiplexhout. Inmiddels heeft Hoeben een groot aantal jongelui warm gemaakt voor de sport van het boemerangwerpen. Je hebt er een flink stuk open terrein voor nodig. En het lukt lang niet altijd om de weggeworpen boemerang precies terug te krijgen in de uitgezette cirkel zoals bij wedstrijden vereist is. Een worp is bovendien sterk afhankelijk van de wind. Nou, je moet een beetje schuin tegen de wind ingooien. En dan links van de wind, als je rechts een boemerang hebt, dan gaat het dus het beste. Maar als er veel wind is, kun je beter niet gaan gooien, want dan gaat het helemaal niet. Je gooit hem in en weg en dan, dan moet hij weer een rondje terugkomen. En dan is het bedoeld dat je probeert te vangen en zo. Max Hoeben demonstreert hier met een ook door hemzelf gemaakte kruisboemerang, die volgens hetzelfde principe reageert, maar alleen een veel kleinere bocht maakt. Wie de boemerang binnen de cirkel vangt, heeft precies goed gegooid en krijgt dan bij de wedstrijden de meeste punten. Eerste prijswinnaar bij de jongens werd de 11-jarige Marcel Schreurs uit Amstelveen. Ik vind het leuk, want je wint allerlei prijzen. Maar ik vind het eigenlijk ook een beetje gevaarlijk. Want ik heb al een boemerang tegen mijn hoofd aan gehad. Grote bult erop. En nou, vanmorgen had ik er weer een gehad, maar die is gelijk gebroken.